Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur heeft vanmorgen het Telesuur Nationaal Breedbandproject officieel gelanceerd. Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid bij de centrale te Clevia. Telesuur waarnemend directeur Mike Antonius zegt dat het bedrijf dit plan uitvoert om in de groeiende behoefte aan diensten te kunnen voorzien en om de netwerkkwaliteit te verbeteren. Het netwerk wordt uitgebreid en zodanig ingericht om gebruik van hogere bandbreedte mogelijk te maken en storingen tegen te gaan, zegt hij verder. Het bedrijf zal ook nieuwe klanten in onder meer nieuwe woonwijken en gebieden waar er voorheen geen internetverbinding was, op het netwerk kunnen aansluiten, beloofde hij stellig. Voor de uitvoering van het NBP is 18 maanden uitgetrokken, geeft Antonius aan. Als we kijken naar de behoefte van het internetbehoefte van onze klanten, dan verwachten ze veel meer bandbreedte, ze verwachten veel hogere snelheden. En dat kopernet van ons is niet opgezet met als doel voor dataverbinding. Het is opgezet voor spraak. En dat hebben we in 1981 toen uitgerold, uitgebreid. En het heeft fantastisch voorzien in de behoeften van toen. Maar als we kijken naar vandaag en als we kijken naar de toekomst, dan kan met de mogelijkheden die we vandaag hebben, kunnen we de toekomst niet ingaan. Dus dat is de voornaamste reden waarom wij zeggen, we moeten deze aanpassingen verrichten. Met de mogelijkheden van vandaag zijn we in staat maximaal 6 MB en hier en daar met een kleine spierverrekking een 10 MB verbinding te leveren. Daar ga je de toekomst niet mee in. Met wat wij vandaag lanceren, daar gaan we minimaal al naar 20 MB. Vervolgens hebben we een traject uitgewerkt met elkaar om veel meer te doen dan alleen internetdiensten leveren. En vervolgens zullen we ook veel hogere bandbreedtes kunnen leveren dan die 20 MB. Maar de basis moet gelegd worden en die basis wordt vandaag gelegd. Telesuur-directeur, waarnemend Telesuur-directeur Mike Antonius. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die president Desi Bouterse vertegenwoordigde, zegt dat Suriname moet meegaan met de ontwikkelingen op technologisch gebied. Hij is ervan overtuigd dat wanneer het plan uitgevoerd is, het vele voordelen met zich zal brengen. Onder meer het bedrijfsleven zal goed gebruik kunnen maken van de verbeterde dienstverlening, geeft hij aan. Omdat op het ogenblik vroeger toen wij zaken moesten doen, dat hij was op de typemachine een studiebrief weg. Of je ging bij Telesuur staan, nogmaals, een heleboel van jullie gaan het niet weten. De telex en fax, weet u nou, dan ga je netjes in een ruimte, daar werd het voor je gefaxt. Nu doe je het via jezelf. Uiteindelijk hebben we gemerkt dat die technologie doorgaat. Ik wil... Telesuur is veel geld. Moet we eerlijk zijn. Maar we hebben als overheid, en zeker vanuit de president die ik moet vertegenwoordigen nu hier, geen moment getwijfeld aan de capaciteit van Telesuur om het allemaal te kunnen doen en om het allemaal uiteindelijk terug te verdienen. En dat is goed business doen. Ik kan u toestemming geven, doet u het. Maar als u het niet terug kan verdienen, is het een dode investering. U heeft, ik neem aan de DNA, de regering, iedereen laten zien dat u het wel gaat kunnen. En nu komt het. Voor de resterende jaren waar ik het nog voor het zeggen heb, gaat u eraan gehouden worden. Dat is dus minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak vanmorgen bij de lancering van het Telesuur Nationaal Breedbandplan te Clevia.